jongens, welkom bij een nieuwe mukbang of mukbang of bang, hoe je het ook wil noemen. Oh, dat vind ik zo leuk. Ik kreeg dus ineens het idee, want ik ga zo winkelen. En ik dacht, waarom ga ik niet met de auto? Ga ik eerst sushi halen? Ga ik een car sushi mukbang doen? Het leek me echt super leuk. En het enige awkward is, zeg maar, is dat het was best wel lastig om een plekje te krijgen. En er staat nu een auto recht voor mij. Met recht bedoel ik echt nou, net een tikkeltje gekanteld. Naar mij te kijken of zo nu. Ik weet niet wat hij doet. Ik ging al seintjes geven van, hey, ik ga niet weg hoor. Je hoeft niet te wachten. Maar goed, ik negeer het maar gewoon. Ik heb sushi gehaald en ik heb nog niet gekeken. En ik ben heel benieuwd. Oké, wat hebben we? Oeh, lekker. We hebben Abby Fry. En dit is, wat was het ook alweer? Ik weet niet meer wat er aan de binnenkant zit, maar erop ligt geflambeerde zalm. Super lekker. En deze. En dit is zo'n grote vega. Hoe heet het? Futomaki veggie. En makkies met avocado, komkommer, avocado, zalm en oshinko. En oshinko moet bij mij nu echt gewoon in elke mukbang. Puur al is het alleen voor het lekkere geluid. Ik ga meteen, oké, dit wordt best wel lastig. Ook hoe ik de sushi ga laten zien. Het is echt lastig. Ik kan natuurlijk niet nu hier, ik heb hier geen tafel of zo. Maar ja, het is een car mukbang. Laat maar vooral weten of je het leuk vindt. Hoe ga ik het sausje maken? Oh, ik ga sowieso knoeien. Oké, ik ga de deksel van deze gebruiken. Ik heb ook best wel een kleine auto. Oh, er zit zoveel oshinko in die oshinko makkie. Oh, weet je wat ik denk? Dat vind ik misschien iets handiger. Ik denk dat ik gewoon eventjes de sojasaus erop ga druppelen. En dat dit keer zonder wasabi ga eten. Of ik doe de wasabi er los op. Ja, dat is beter. Want dat is gewoon wat handiger. Zelfs nu zitten er nog twee stokjes bij, hè? Wie eet het nou met z'n tweeën? Oké, gember. Die auto die hier voor mijn neus staat, ik vind het zo raar. Ik vind het ergens ook een soort onbeleefd of zo. Maar ja. Ik pak gewoon een beetje wasabi. En die zet ik gewoon op mijn schaaltje. Zet. Leg. Zo. Dat ik af en toe wat wasabi kan pakken. En mijn sojasaus. Oké. Zoveel zin. Dit is ook echt mijn ontbijt als het al middag is. Met welke sushi zou ik gaan beginnen? Met welke zal ik beginnen? Kijk, als ik natuurlijk het niet filmen, zou ik het gewoon op mijn schoot leggen. Maar ik wil wel dat jullie de sushi zien. Dus het wordt misschien een beetje een onhandige klunsvideo. Maar ik vind het helemaal leuk. Oké, ik ga beginnen met... met die bijzondere. Hè, eindelijk gaat de auto weg. Jeetje, Mina. Ik ga beginnen met deze. Ik vind dat zo raar. Hij is nu weg en ik keek me heel boos aan. Het was gewoon een man. Oké. Zo ziet het eruit. Wow. Het is bizar lekker. Wow. Volgens mij was het iets van paling met geflambeerde zalm en lenteuitjes en een soort sausje. Maar het is echt bizar lekker. Trouwens, je ziet toch ook echt wel als je zeg maar voorbij rijdt dat hier nu een camera staat. Maar deze met dat kontje. Oh, hij valt uit elkaar. Jammer. Want die eet ik zeg maar altijd dat ik het staartje vasthoud. Maar dat lukt nu niet. Very charming. Charming. Wow, dit is echt wel lekker. Hij valt zeg maar een beetje uit elkaar. Oh, maar deze? Ziek lekker. Vinden jullie dit weinig sushi voor mij doen? We hebben de meeste mensen altijd zoveel. Oké, ik ga voor een oshinko. En die oshinko's vind ik hier echt heel lekker. Oshinko. Heel chill. Sommige oshinko vind ik zo'n soort zoetstof smaakje aan zitten ofzo. Maar deze niet. Ik ga een beetje wasabi op mijn volgende doen. Op de zalm. Zo. Ik ben zo benieuwd of dit leuk is. Kijk, ik had gewoon zin om sushi te eten onderweg. Dus ik dacht, waarom film ik het niet gewoon? Zalm. Die wasabi erbij is lekker. Oeh, naar mijn neus. Nu baal ik dat ik niet meer met zalm heb genomen. Ik weet niet, ik had niet zo'n zalmmoed. Maar zalm is super lekker. En een beetje wasabi erop is echt wel chill. Ik ga het ook op mijn avocado doen. Sojasaus. Ik
doe van sojasaus op mijn komkommertje. Die ga ik ook nemen. Ik neem eerst komkommer, ja? Hoe lekker is dit? Ik sta gewoon bij het station. Super chill. Avocado? Hij is nog niet helemaal rijp. Maar is wel lekker. Lekker, jongen. Echt een aanrader sushi in de auto eten. Even weer... Oh nee, zal ik... Ja, ik ga voor deze. Twijfel of ik hier wasabi op ga doen. Ik vind hem wel... Ik vind deze wasabi echt heel lekker. Ik moet even goed mezelf voorbereiden op het winken. Door dit gewoon nu lekker sushi te eten in de auto. Oh, deze wordt echt huge. Ja. Super lekker. Bij elkaar was dit trouwens €21. Mocht je er geïnteresseerd in zijn. Normaal, je moet hier dus voor 35 bestellen. Als je het bij mij wil laten bezorgen in Weesp. Dus ik dacht, waarom haal ik het niet? Het is ook richting Amsterdam. Oh. Het is allemaal lekker die ik heb. Echt super lekker. Super, super, super lekker. Yeah. Daar ben ik echt heel blij mee. Oh, mijn sojasaus gaat wel echt heel hard. Kijk. Ik ga nu een Abby pakken. Abby. Ik zeg het Abby, maar het is Abby. Er zit hier een soort sla. Oh ja, hier doet ze altijd sla in, hè? Ik vind hem net iets te pittig of zo. Ik kan er wel tegen, maar ik ga even lekker zitten, hoor. Lekker. Lekker, lekker. Ik ga nu weer voor die lekkere, bijzondere. Die doe ik zonder wasabi. Deze. Ziet er niet eens uit. Kijk, ik vind altijd... Ik ben zo'n persoon van... Ik wil zoveel mogelijk of zo erin hebben. Zo, ik wil altijd heel veel zien erin. En hierbij denk ik, zit echt bijna niks in. Maar hij is zo lekker. Ik wil het dichtbij. Heel lekker. Ik ga denk ik ook gewoon helemaal niet kletsen in deze video. Gewoon chillings. Ik vind het nu wel heel ingezoomd, hè? Zo. Ik ben trouwens super wit. Echt heel wit voor mijn doen. Omdat ik... Ook even een Oshinko, hoor. Vroeger ging ik dus best wel vaak naar de zonnebank. Niet heel vaak, maar wel zeker 2 keer per maand. Ik geef nu al mijn sushi op 1 schaaltje, zodat ik het hele tijd vast kan houden en jullie mijn sushi kunnen zien. Want in mijn mukbang zie je dus nooit mijn sushi. Ik kan niet met mijn goede lens, zeg maar. Nou, hij is echt goed, alleen op dat gebied dan niet. Krijg ik gewoon niet mezelf scherp en de sushi. Dat is super stom. Ik bouw er ook van. Dus nu eindelijk wel. Omdat ik nu dus met mijn vlogcamera film. Beetje sojasaus. Wasabi. Ik ga nog voor zo'n grote. Oei. Ik doe trouwens niet. Zouden jullie zeg maar al op heel veel sojasaus doen? Zodat je dat niet meer hoeft te doen. Want ik doe dat dus niet. Want ik vind dat het dan minder lekker wordt. Die wasabi is chill. Had ik hier net geen wasabi op? Nee, hè? Oh, ik was iets aan het vertellen. En dat heb ik nu niet afgemaakt. En ik weet niet meer waar het over ging. En dat vinden mensen soms ook irritant. Sorry. Oké. Eigenlijk is hij net te groot. Sorry. Pardon. Ik twijfel of ik de audio van mijn vlogcamera ga pakken. Want ik zit nu zeg maar heel dichtbij. Of echt voor deze audio ga. Zo lastig. Ik kan nooit iedereen tevreden houden. Ik weet zelf ook niet wat ik fijner vind hoor. Maar de een vindt het zo fijn. Als ik echt die inge... Hoe heet het?
echt die audio heb van dit. Dat je echt alles hoort. En anderen die denken van, oh jammer, vond je video zo leuk, maar nu kan ik hier echt niet naar luisteren. Maar aangezien ik in deze video bijna niet klets, denk ik wel dat ik voor de mukbang audio ga, zeg maar. Zo, het vult, hè? Het is ook lunch. Ah, ontbijt. Komkommer had ik nu. Sorry, ik weet niet meer wat ik aan het vertellen was. Ik moet ook gewoon niks niet kletsen. Dit is komkommer. Avocado. Ik ga even een snap maken dat ik dit aan het doen ben. Dat vind ik wel leuk. Dan denken jullie waarschijnlijk echt, wat? Huh? Auto, hè? Huh? En ik ga boemerang doen, spannender. Yeah! Ik ken echt niemand, waarschijnlijk in Amerika wel of zo. Maar niemand die eens... Oh ja, Marcia doet ook wel eens in de auto. Maar hij is dan omdat ze afhaal ging halen, geloof ik. Welke wil ik? Ik wil die. Ik vind die bijzondere toch wel chill, hoor. Lekker. Deze. Super lekker. Er zit ook wel mayo op. Daar moet je niet te veel van hebben, vind ik. Wat zou ik nou zeggen? Oh ja. Soms zeg maar als ik kritisch ben, dan zeggen mensen van... Ik ben kritisch irritant. En in de vorige mukbang vond ik alles zo lekker. Dat ik dus de hele tijd zei, lekker, lekker. Dat doe ik nu volgens mij ook. Toen zei iemand, ja, nou weten we wel dat je het lekker vindt. Dus ik begin steeds meer in te zien dat je gewoon zo erg niet iedereen tevreden kan houden. Wat zo logisch is, maar dat moet ik echt, dat vergeet ik soms even. Hoe chill. Nu zou ik gewoon eventjes op mijn telefoon een filmpje kijken of zo. De auto begint beslagen te worden. Oké. Als je tot hier bent gekomen en je weet wat er nu op het raam staat, zet in de comments, ik weet wat er op het raam staat. Dat vind ik super grappig. Dat soort dingen vind ik altijd heel grappig. Zo, ik dacht te denken van, zal ik het bewaren of niet? Het is wel echt super lekker. Ik had meer zalm gewild dit keer eigenlijk. Toch. Het is wel een tip. Eet in de auto. Je voelt echt sneller dat je vol zit. Ik dacht eigenlijk dat deze video... Ik dacht serieus dat deze video echt max 10 minuten zou duren. Maar ik ben nu al bijna 20 minuten aan het filmen. Check deze trouwens. Er zit echt heel veel veggie spul in. Het past gewoon niet hoor. Het is echt zo groot. Ik zou ook wel eens een live mukbang willen doen. Ja, een live mukbang. Dat wil ik heel graag. Maar kan je ook live gaan met je goede camera? Volgens mij moet je dan met je telefoon, toch? Volgens mij wel. Oh, Shinko. De laatste. Ik ga even kijken. Hoe daar mijn trein komt. Was ook iets op nog opnemen met een volle buik. Een hele volle. Ik ga het wel opeten, jongens. Het is te lekker om te laten liggen. Plus het wordt ook niet lekker. Oeh, ik moet zuinig zijn. Het wordt ook niet lekkerder als je het laat liggen. In de auto. Naar de Dam. De Dam. Nee. Dam. Ja. Houden jullie van chilipeper op je sushi? 22 minuten. Oh, de trein is net vertrokken. Hij gaat weer over 6 minuten. Of de metro. Metro. Naar Nieuwmarkt. Ik ben echt nog nooit volgens mij op de Nieuwmarkt geweest. Als ik naar de stad wil, ga ik altijd naar Centraal. Maar misschien is het wel sneller via Nieuwmarkt. Ik weet het eigenlijk niet. Resting bitch face. Oh nee!
Jongens, dit is echt te veel sushi voor een mens. Oh. Zo lekker. Dit voorkomt wel dat ik ga snacken straks. Van winkelen krijg je honger. Die met zalm. Super, super, super lekker. Nog een beetje wasabi. Heel vaak als ik zo'n video, of zo, niet dat ik dit al een keer heb gemaakt, maar zoiets of zo, film, dan denk ik echt, dit is zo saai om te kijken. Maar toch ga ik denk ik gewoon extra video online zetten. Nou, we hebben nu een hele groep meisjes en dan super ongemakkelijk. Hi. Had ik nou zoveel sushi? Ja, hè? Ik had echt heel veel sushi, ja. Omdat ik dacht dat ik weinig had besteld. Volgende keer. Maar weet je wat het is? Alles gaat altijd minstens per 4. Dus als ik iets had weggelaten, dan had ik maar 3 verschillende soorten sushi gehad. Toch? Of niet? Ja, dat vind ik nog zo saai. Eigenlijk zouden ze per 1 moeten gaan ook, dit soort dingen. Maar dat kan natuurlijk niet, omdat ze rollen maken. Oké, mijn laatste van deze. Veel plezier met kijken. Mmm. Mm-hmm. Ik eet wel vaker sushi in de auto. Eten jullie wel sushi in de auto? Dit heb ik allemaal opgegeten. Wow. Nou, mijn buik zit weer lekker vol. Vanavond maar gewoon een salade eten of zo. Dan was dit de mukbang. Ik hoop dat je het leuk vond om het een keertje zo te zien. Laat maar even weten. Bedankt voor het kijken. Tot in het weekend om 9 uur. Vergeet je duimpje niet omhoog te doen en te abonneren als je meer van mij wil zien. En dan zie ik jullie in het weekend weer. Doei!